Garmin verkoopt natuurlijk al jarenlang hardloophorloges. In de beginjaren had je altijd een hartslagband nodig om hartslagmeting te doen. Maar de laatste jaren zien we steeds meer modellen waar een sensor in zit om hartslag te meten om je pols. Sinds kort heeft Garmin de Forerunner 35 uitgebracht. Een erg leuk apparaatje. Zeker voor mensen die op zoek zijn naar een compact horloge. Niet volgepakt met allerlei functies en mogelijkheden, maar gewoon de basisdingen die nodig zijn voor een hardlooprondje. In dit filmpje gaan we wat meer laten zien van dit leuke nieuwe toestel. De Forerunner 35 is te koop in 4 kleurtjes. Zwart-wit, ijsblauw en lime. Kleurtje. Ja. Wat opvalt is het bandje. Dat voelt heel lekker stretchy aan. En nou, dat is natuurlijk ook wel belangrijk dat het toestel comfortabel strak zit. Het idee van de sensor is dat er eigenlijk geen licht bij mag komen. Dus hij moet gewoon goed op je huid aansluiten. En door dit stretch bandje blijft het wel comfortabel. Het toestel is natuurlijk ook gewoon te gebruiken als horloge. De tijd in beeld. Onderaan zie je bewegingsbalk. Dus het wordt tijd dat er gelopen wordt. Batterijindicatie zie je. Daar kun je naar een ander scherm lopen, waar je hartslag wordt weergegeven. Bovenaan zie je het pijltje dat er meer informatie te vragen is. Daar kun je nog de grafiek zien van je hartslag over de tijd. En je hebt eventueel nog de mogelijkheid om je hartslagsignaal uit te zenden. Op die manier kan je hem koppelen aan bijvoorbeeld een fietscomputer van Garmin, een Edge-serie of een ander horloge, wat niet heel logisch is. Maar dan kan je dus je Forerunner 35 als hartslagband gebruiken. Hoef je ook weer niet de band om je borst te dragen. Je stappendoel, afstand die afgelegd is, calorieverbruik, intensiteitsminuten, informatie van je laatste hardlooprondjes, de records die je hebt vastgelegd. Nou, het is leuker bij een nieuw horloge dat de records op het horloge zelf worden opgeslagen. Dus elke keer als je met een nieuw horloge loopt, heb je gelijk allemaal records te pakken. Zowel voor hardlopen en fietsen wordt het bijgehouden. Ja, op het moment dat je wil gaan hardlopen, bovenaan zie je het hardlopertje. Ik zeg hardlopen, maar er zijn wat meer opties natuurlijk. Hardlopen binnen ook, dus de cadansmeter. Ik kan een voetbot koppelen, dat hij ook binnen dus de nodige data kan bijhouden. Kan ook voor fietsen gebruikt worden. Op die manier worden je activiteiten ook voor het fietsen vastgelegd. Nou, voor het fietsen gaat het natuurlijk ook om de afstand, de snelheid, hartslag daarbij die registreert. Maar de meeste mensen zullen dit horloge kiezen voor het hardlopen. Nou, je ziet hier in de opties bij het hardlopen. Verschillende modussen, modi. Bij zonder, dan kan je gewoon eigenlijk doen wat je zelf wil. Je houdt gewoon je gegevens bij. De renloop is eigenlijk een instelling waar je in gaat aangeven hoeveel minuten je hardloopt. Hoeveel minuten je wil wandelen. En dan gaat hij daar dus bij assisteren. De virtual pacer geeft gewoon de snelheid aan die je aan wil houden. Dus aantal minuten per kilometer. Met pijltje omlaag kan je dat dus wijzigen. Ja, er zit alleen een pijltje omlaag op. Dus je moet eigenlijk altijd door alle keuzeopties heen. En op het moment dat je niet aan je snelheidsdoel houdt, dan krijg je daar een melding voor. Zou je deze stand gebruiken? En je kunt intervallen instellen. Verschillende intervalopties, afstand of tijd kun je kiezen. De rusttijd kan je kiezen, het aantal herhalingen kan je aangeven. Of je wil of niet een warming-up en een cooling-down erbij wil doen. Dus op zich, basisinstellingen voor workouts is ook best wel oké. Maar, laten we hem even weer op zonder zetten. Ik denk wat altijd wel leuk is om aan te passen zijn gegevensvelden. Daarvoor heb je 2 pagina's. Nou, per pagina heb je 3 velden. In dit geval is het afstand, hartslag en tempo. Ja, vind ik zelf altijd het interessant om in de gaten te houden met lopen. Maar je kan er dus uit een aantal dingen kiezen. Nou, we gaan even het lijstje door. Tijd, afstand, tempo, calorieverbruik, hartslag, hartslagzone waar je in loopt, rondetijd, rondeafstand, rondetempo.
gemiddelde tempo, cadans en we zijn weer terug. Uiteindelijk twee schermen met drie velden. Ook niet één, ook niet twee, drie. Is gewoon het aantal wat je kunt kiezen. Autopauze betekent op het moment dat je langzaam gaat dat hij automatisch horloge pauze zet. Autolab, nou in dit geval op 1 kilometer. Elke kilometer krijg je netjes je melding met je kilometertijd. En dat trilt ook. Tempo snelheid, er zijn mensen die graag hun tempo willen weten. Dus het aantal minuten per kilometer of juist de snelheid in kilometers per uur. Dat is ook te kiezen op dit horloge. Wacht eigenlijk tot we gaan beginnen. Autopauze, we staan nu stil natuurlijk. Maar dat je door de schermen heen loopt, zie je even kort in beeld welke drie gegevensvelden je hebt gekozen. Dat is alleen de eerste keer dat je het veld kiest tijdens een activiteit. Dus word je even geattendeerd wat je had gekozen. Ben je klaar met lopen, sla je training op. Is je telefoon gekoppeld, dan wordt het gelijk gesynchroniseerd en staat je data in Garmin Express. Eigenlijk gewoon een heel leuk, goed draagbaar horloge. Gekoppeld met een telefoon, ook geschikt voor notificaties. Dus WhatsApp berichten of andere meldingen van je telefoon kunnen weer worden gegeven. Dagelijkse activiteitenmeting, slaapritme wordt bijgehouden. Maar ook voor het hardlopen een prima bruikbaar toestel. Als het goed is heb je net wat meer gezien van de nieuwe Forerunner 35. Wil je er meer van zien? Bezoek dan een van onze winkels. Bedankt voor het kijken.